De Percaya Luhur wil deel zijn van de oplossing en niet van het probleem. Daarom stelt de politieke partij aanstaande zaterdag haar partijcentrum ter beschikking voor een COVID-vaccinatiecampagne. Bronto Somoharjo, topper van de partij, zegt dat het land twee grote crises kent. Namelijk een financiële crisis en een COVID-crisis. Wanneer we uit de coronacrisis zijn, zal het financieel beter gaan met het land. Want dan is er veel meer bedrijvigheid, de winkels mogen open, fabrieken mogen weer open, toerisme komt weer. Dus ik raad iedereen aan, kom vaccineren, laat je informeren wat wel goed en wat niet goed is. Wij als Partij door de sociale kracht hebben gemeend om er een actie aan te koppelen. Als je zaterdag komt vaccineren bij Beekhuizen, op vertoon van je vaccinatie krijg je 10% korting op de al goedkope producten in de winkel. Dus misschien... voor een flesje olie betaal je in plaats van 45, 35 gulden of zo, want we krijgen al met kostprijs. Dus hierbij roep ik iedereen op, kom massaal vaccineren, kom naar Percaya Luhur toe. Het is goed georganiseerd, BOG doet mee, SUVOC doet mee. We hebben hapjes, drankjes, we gaan er een leuke dag van maken. Laten we zo snel mogelijk met z'n allen teruggaan naar het nieuwe normaal. Percaya Luhur topper Bronto Somoharjo. De vaccinatiecampagne in het partijcentrum van PL zal een walk-in zijn, waarbij het AstraZeneca-vaccin toegediend zal worden.